Zalland Sport, nabeschouwing. Ik moet nog even verder aan de jingeltjes. Mijn excuus ervoor. Martijn, goedemiddag. Welkom. Nabeschouwing de wedstrijd van gisteravond van Heino tegen Dalfsen in de eerste klasse E. Ja, 0-0 wedstrijd. Wat kan je daarvoor zeggen? Is dat een gewonnen punt of juist twee verloren punten? Ja, het was natuurlijk weer de eerste wedstrijd. Hè, dus we waren wel weer heel erg blij dat we nu weer in competitieverband eindelijk weer konden spelen. Dus dat was heel mooi. De wedstrijd zelf hadden we iets meer van verwacht uiteraard. En, met name in het resultaat en natuurlijk ook wel een beetje de omstandigheden. Want we speelden dan op papier een derby, om het zo maar te zeggen. En, dat was gezien de weersomstandigheden en het vertoonde spel niet echt een mooie derby, om het zo maar te zeggen. We begonnen op zich goed aan de wedstrijd. De eerste helft hebben we behoorlijk goed voetbal op de mat gelegd, vond ik. We waren duidelijk de bovenliggende partijen met niet superveel kansen, maar wel drie hele goede kansen voor ons. Ja, daar waren wij, vond ik, niet helemaal doortastend genoeg in om voorsprong te nemen. En volgens mij heeft Dalfsen in de eerste helft geen kans gehad. En in de tweede helft hebte dat weg. Hè, waar we hadden wat dingen besproken en hadden verwacht dat we toch op jacht konden gaan naar de voorsprong. Kantelde de wedstrijd enigszins. Dalfsen ging wat anders spelen, ging wat hoger terugzetten. En daardoor kwamen wij wat moeizamer in ons spel. En hebben we eigenlijk in de tweede helft één kans gecreëerd. En Dalfsen kreeg zelf ook nog één hele grote kans. Ja. Dus 0-0, daar moet je dan in vinden. Hè? Ja. Maar je zei het zelf al, je bent net uit de stille periode gekomen, lange tijd niet gespeeld. Is het ook een beetje de oorzaak van het feit dat het ook gisteravond dan niet lukt om die winst binnen te halen? Ja, je hoopt inderdaad dat normaal als je wat verder bent en je begint goed aan een wedstrijd en je speelt eigenlijk best wel een puike eerste helft. Ja, dan heb je op dat moment het gevoel dat je die wedstrijd naar je toe gaat trekken. En als dat omgekeerde dan gebeurt, dan zit je daar natuurlijk wat vraagtekens bij. Ja, dat is altijd moeilijk aan te wijzen of dat te maken heeft met het feit dat je misschien nog minder gespeeld hebt of een beetje uit je ritme bent. Het is wel zo dat beter zal moeten, wil je de komende weken dan wel een resultaat gaan pakken. Maar daar ben ik op zich niet zo bang voor. Zeker niet op basis van de eerste helft. Alleen het is nu wel zaak dat we dat door gaan trekken natuurlijk over de volle 90 minuten of misschien nog iets meer. Ja, want het was inderdaad niet een hoogvlieger waar je tegen gespeeld hebt als je naar de ganglijst kijkt. Uit je verslag lijkt wel een beetje dat het toch wat gelijk op is gegaan. Volgende week een herkansing tegen een wat minder team, Columbia. Dan moeten de punten wel binnengehakt gaan worden. Ja, klopt. Je hebt ook een keer weer een resultaat nodig. Ik bedoel, ook eind vorig seizoen zijn we met een uitstekende reeks begonnen. We hebben alle topploegen, zeg maar, de bovenste zes allemaal gehad. Ja, nu gaan we wat lagere vliegers krijgen. En dan moet je op papier van winnen. Maar in deze eerste klasse is dat niet altijd een garantie. En je zult gewoon effectiever moeten zijn. Zeker op de basis van de kansen die we gisteren hebben gehad. Ja, we moeten gewoon afstand nemen. En dan moet die bal gewoon in het net. Er waren echt goede mogelijkheden bij. Ja, en als dat in deze klasse niet gebeurt, dan moet je gewoon oppassen dat je niet uiteindelijk met lege handen staat. Dan doet je de tegenstander die doet je pijn. Dan zag je vandaag ook weer een andere uitslag. En MHSV staat onderin. Die speelt tegen een van de koplopers, TVC, en wint 3-1. Waar ze voor de winterstop nog nauwelijks gewonnen hadden. Dus dat soort dingen ga je nu krijgen. En dan moet je wel op de dag zijn. En dan beter mee omgaan. Maar goed, jullie staan in de middenmoot. Dus het zou geen zorgen moeten zijn dat je echt omlaag moet kijken. Nee, dat doen we ook niet. Alleen we hebben natuurlijk wel de ambitie dat we wel richting de top 6 willen gaan spelen. Ja, en als je dan tegen dit soort tegenstanders veel puntverlies leidt. Dan zeker weten inderdaad wat jij ook al zegt. Columbia die eraan komt, MHSV die eraan komt. Ja, dat zijn ploegen, daar moet je dan wel punten van gaan pakken. Als je dat niet doet en zij gaan ze uiteindelijk wel pakken. Ja, dan zullen de onderste rijen zullen wat gaan aansluiten. Ja, dan blijf je daar een beetje hangen. Dat is niet wat we willen natuurlijk. Dus daar moet nog een tandje bij. Ook eenmaal bij plek 6 bent, dan ben je ook zo bij plek 2. Want er zit ook maar 2 punten verschil tussen. Dus er gebeurt nog in de buurt van de top ook nog. Ja, precies. Dus daarom was het gisteren des te jammerder dat we niet de volle 3 punten hebben gepakt. Anderzijds inderdaad, net wat je zegt. Het zit allemaal gewoon heel kort op elkaar in deze klasse. Dus je moet gewoon zorgen dat je die eerste serie direct wel weer de nodige punten pakt. Want anders kruipt het heel snel weer naar elkaar toe. Nou goed, succes nu volgende week met de voorbereiding op die wedstrijd. Dat gaat ongetwijfeld lukken. Ik ben nog even benieuwd, hoe was de sfeer eigenlijk gisteren? Want het was natuurlijk een mooi derby. Hoe was dat gisteravond?
Ja, nou ja, de echte derbygevoel zoals wij dat kennen bij Roda en omgekeerd bij ons is wel wat anders, moet ik zeggen. En de beleving bij de spelers ook wel. Dals had er natuurlijk wel wat aandacht aan geschonken. En er was natuurlijk wel wat vertier in een ronde kantine. En ook wel wat meer publiek. Dus op zich heeft dat natuurlijk altijd wel een extra lading. En een klein beetje vuurwerk er ook bij. Alleen ja, wij zijn natuurlijk inderdaad, de Zalonse derby zijn we gewend. En ja, dat pakt dan meestal wat groter uit. Dus ja, dan zit automatisch natuurlijk al wel een iets minder gevoel van derby dan dat je in die wedstrijden hebt. Maar het is wel een eerste keer dat we nu tegen elkaar hebben gespeeld. En we gaan elkaar straks nog een keer tegenkomen in Heino. Hopelijk ook met mooi weer, dus wellicht dat het dan nog een extra tientje gegeven kan worden. Maar gisteren waren de omstandigheden nogmaals niet heel erg sfeervol, vond ik. Nee. Had ook natuurlijk met het weer te maken, maar het was niet zoals ik hem ken. Nee. Nee. Nou, het was wel een van de eerste keren natuurlijk dat het überhaupt weer kon natuurlijk na de wedstrijd. Ja. En dat is natuurlijk ook gewoon weer fijn. Hè, dat de mensen ook gewoon na de tijd weer een babbeltje met elkaar kunnen maken. En de gezelligheid er is. Met de supporters en de mensen die jong en oud die een tijd lang niet bij de wedstrijden aanwezig konden zijn. Of überhaupt niet gespeeld werd. Dus dat is allemaal weer heel erg fijn en prettig om te zien. Dus we hebben gelukkig nog een heleboel wedstrijden voor de boeg. Dus dat gaat pas weer goed komen. Nou, kijk, super. Succes volgende week tegen Columbia. Of in ieder geval de eerste volgende wedstrijd is tegen Columbia. En bedankt dat je weer aan de lijn wou komen, Martijn. Ja, graag gedaan. Oké, fijne avond. Fijne avond.